Zo zag het eruit iets minder dan een half jaar geleden. Café de Vooruitgang stond in brand en van de bovenste paar verdiepingen van het pand bleef weinig over. Maar het café wordt weer opgebouwd. Vanaf eind december of begin januari gaat eigenaar AB Inbef beginnen met de herbouw van het monumentale pand. Op dit moment wordt er gesproken met verschillende aannemers. De bedoeling is om de vooruitgang begin april helemaal klaar te hebben. Hoeveel de herbouw moet gaan kosten is nog niet bekend.